klacht van de dag. Hallo, ik ben Mohamed Al-Hajri. Inmiddels al 12 jaar klachtbehandelaar bij de Nationale Ombudsman. Ik werd gebeld door een mevrouw die best wel wanhopig was, omdat zij 8 weken daarvoor een aanvraag had gedaan voor de bijstand. En na 8 weken geen inkomen te hebben gehad, heeft ze natuurlijk ook in de tussentijd de gemeente gebeld. En die gaf haar een voorlopige voorziening van €200. Daar kon ze natuurlijk niet mee rondkomen. Ik heb na het telefoongesprek met mevrouw meteen naar de gemeente gebeld om te vragen of er geen spoed achter de behandeling gezet kon worden, omdat mevrouw inmiddels natuurlijk geen geld meer had. Na mijn telefoontje en interventie heeft de gemeente de klacht opgepakt, de aanvraag nagekeken en wat bleek, er ontbrak nog wat informatie. Deze hebben ze vervolgens opgevraagd bij mevrouw en deze heeft ze nagestuurd. Als een burger merkt dat het te lang duurt, dan moet ze zo snel mogelijk naar de gemeente bellen. Omdat je natuurlijk niet zonder inkomen kan leven. En aan de gemeente wil ik natuurlijk meegeven om betrokkenheid te tonen richting de burger. Als iemand na een x-aantal weken nog steeds de benodigde informatie niet gestuurd heeft en iemand een voorlopige voorziening heeft gekregen van in dit geval maar €200, kun je natuurlijk op je vingers natellen dat dat niet genoeg is. Ik ben Renier van Zutphen. Ik ben de Nationale Ombudsman. Met 170 collega's staan wij klaar als het misgaat tussen u en de overheid. U kunt ons bellen, iedere dag. Hebt u een klacht? Laat het ons weten.